Dag mensen, met Ubex Freaken, weer een nieuwe aflevering. Een bunker, verlaten bunker van 1990, waar dat in de tijd het leger in overleefde. Kijk, want daar, hinter, hebben we ook, je kunt zien, de luchthaven, de luchtmacht ligt hier. Dus ze zeggen, kijk zeker een video, vind je mijn video goed, doe zeker een duimpje omhoog en abonneer me zeker. Let's go! We zijn nu in een bunker dat in de tijd in het jaar 1990 gebruikt werd. Wat leer. Dan kun je zien nog oude bedden dan hier staan. Met eerst een latte bodems. Wat dat vrij prachtig is. Hier zie je het dan ook. Nog allemaal met het omhoogsten. Dus de plafond ook. Als stukken dan eruit gehaald zijn van de jeugd, vandalisme. Daar ook, want ik heb foto's gezien dat nog alles volledig intact was. Dat nu, spijtig genoeg, volledig allemaal kapot gehaald is. Daar hebben we dan een ruimte waar je kost je handen wassen. Met nog een verwarmingsketel. Hier staat. Je ziet dan de plantkas. En hier dan ook nog allemaal elektriciteit of safages, dat waren ook, kijk daar zijn spiraaltjes. Dat was een soort verwarming, voor deze bunker te verwarmen. Hier hebben we dan ook nog slaapkamers, met nog een oude zetel dat hier staat. Je ziet dat ook aan de bunker, met die haallampen. Dat is allemaal in het ijzer daar van boven. Die muren, dat is beton, maar ook geschilderd, de verfpaal allemaal af, van Powerdome, dat is mijn schakelaars, dat kost draaien, ik vroeger. Hier hebben we dan nog een soort stockageruimte, wow, dit is zelfs een vuurwapen nog. Hier zie je dan allemaal lekker andere spullen, mijn oude zetel waar ik als een master mee kan. Hier is een schema.
En daar dan ook zie je dan dat het allemaal aan de steen is, zelfs met een afvoerbuizen. En zo naar daar liepen. Hier hebben we dan die andere ruimte, ook met nog bedden, zelfs met nog wat tas met plastic nog over is. Dat ik dan het jaartal gezien heb, van 1990. Hier zie je dan ook, kijk, nog zelfs nog nieuwe matrassen. En ook allemaal de elektriciteitskasten dan hier zaten. Dus en hier, deze gang, liep de bunker verder. Maar helaas is een boel in de start, dus kunnen we niet verder kijken voor naar de andere kant van de bunker. Hier op deze tafel vinden we dan nog allemaal papieren waar alles in geschreven werd, waar alles bijgehouden werd van documenten. Zelfs nog een ezeren nachtkastje. En hier zal je dan ook allemaal de ICT-treed zitten, op al die pinnen, de kabeltjes. Maar hier, kijk hier ook, waar liggen allemaal telefoonkabels. En dat is een soort kurk. Zelfs nog een oud stopcontact hier. Hier hebben we dan ook een kamer, ook weer terug met beddes. En waar dan nog soort draagbeddes op liggen. Daar gebruikt weer mensen dan gekwetst waren, kosten in die draagbeddes liggen. En kost dan naar een bepaalde ziekenhuis of ziekenboeg gebracht worden. Dat je ziet hier ook nog een oud draagbed. En hier hebben we dan ook nog van die oude draagbedden of bieren, dat ze noemen. En hier zelfs aan het bed hangt er nog een soort infuusbakster. Met omgeleide draadjes aan, dat ik was bijdraaien. Een soort medicamenten dan erin zaten. Dus hier kijk, hier zie je dan ook al de deuren. En dat was de deuren van alle kamers dat je had. En hier dan kun je dan terug naar boven. Dat waren wat uit deze bunker kost dan gaan naar buiten. Dus hier zijn we nu op een basis van de militairen, waar dan al de slaven allemaal kon slapen. Waar hij ook een eetruimte had, hier. Kun je het al zien, dat de eetruimte was waar de militairen allemaal zaten. Waar ze samen kwamen voor te eten en al. Dus al die huisjes aan het buiten zijn allemaal huisjes waar de militairen kosten in slapen. Vrij prachtig om dat dan nog te zien, dat gooit bij de bunker. Hier. En hier werd ook uit de munitie allemaal opgeslagen. In deze panten. Kijk, zo zie je, alles is hier naar beneden net komen. Van ouderdom. Kijk, hier hebben we dan een bar. Een vrij prachtige bar. Waar dat dan de officieren en militairen hier kosten dan iets drinken. Met een vrij prachtig keukentje. Wat je hier ziet, hier was de keuken. En daar. En dat ik hier constant staan om iets te vragen van eten of drinken. Ik ben nu rond op deze militair basis. Dus weet zeker geen duimpje omhoog te doen op het einde van de video. Like zeker, geef mij zeker een abonnee. Volg mij op Instagram en Facebook. Ik ga nu naar de volgende locatie. Ik zie je later.